Vandaag eindelijk weer eens een review. 2 weken geleden las ik het boek De Statistische Waarschijnlijkheid van Liefde op het Eerste Gezicht van Jennifer E. Smith uit. Dit boek is echt zo'n fluffy meidenboek wat veel meiden van mijn en onze leeftijd waarschijnlijk heel erg leuk zullen vinden. Het speelt zich eigenlijk af op het vliegveld. In het begin, dat is het eerste gedeelte. Daar ontmoet Hadley van 17 een hele leuke jongen, waar ze uiteindelijk mee samen in het vliegtuig stapt. En ze raken eigenlijk samen aan de praat. En zij is op weg naar Londen, naar het huwelijk van haar vader, bruiloft. En zij heeft hem al meer dan 1,5 jaar niet meer gezien. Dus ze zit een beetje in zak en as van wat moet ze nou doen en hoe zal het zijn de eerste keer dat ze zijn nieuwe vrouw zal ontmoeten. Hij is ook in kostuum, of heeft een kostuum bij zich, waar ze eigenlijk op maakt dat hij ook naar een bruiloft gaat. Maar dat blijkt eigenlijk heel anders te zijn. Hun wegen scheiden en ze komen elkaar waarschijnlijk nooit meer tegen. Nou ja, of dat ook echt zo zal zijn, dat moet je natuurlijk zelf uitzoeken. Maar dit boek is zeker een aanrader als je een keer iets anders wil lezen. Of als je van dit soort meidenboeken houdt. Gewoon leuke liefde en gewoon dat soort dingen. Het is echt zo'n hele fluffy read. Wat ik eigenlijk van dit boek had verwacht, was dat het zich af zou spelen op het vliegveld. En dat ze elkaar daar eigenlijk uit het oog zouden raken. Maar dat was dus niet het geval. Zoals ik het had begrepen uit eerdere reviews die ik had gelezen en had gezien op YouTube, dacht ik dat ze elkaar op het vliegveld zouden ontmoeten, 24 uur met elkaar daar zouden doorbrengen en dat ze uit elkaar zouden gaan. Dus dat was echt een hele andere twist op het verhaal dat ik in mijn hoofd had. In het begin vond ik het een beetje slow paced. Op een gegeven moment werd het wel iets beter en was het boek makkelijker en sneller. Dus ja, zeker een aanrader. Ik geef dit boek wel maar 3,5 ster uit de 5. Dus ik ben heel erg benieuwd of jij dit boek hebt gelezen. Het boek is ook wel bekend als The Statistical Probability of Love at First Sight. Dat is de Engelse versie. Deze is ook al een tijdje uit. Het is niet zo heel erg dik zoals je waarschijnlijk zal zien. Het is een aanrader, maar het is toch niet helemaal 100% mijn ding. Ik ben benieuwd of jij dit boek hebt gelezen en wat jij ervan vond. Laat het weten in de reacties hieronder. En tot de volgende keer. Doeg!